Hey, ik ben Nicolas en van KU Leuven mag ik 5 professoren interviewen in van het 5 supercoole lifehacks. Deze vlog ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is de meest efficiënte manier van studeren? Wel, ik ga mijn theoretisch rijbewijs halen door gewoon al slapend te studeren. Voor het experiment heb ik al even een vriend van mij nodig. Hiervoor heb ik Vincent meegebracht. Vincent gaat de hele nacht doorstuderen en ik ga slapend studeren. Nu vraag je misschien af, Nicolas, hoe kunt jij nu slapend studeren? Wel, eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk. Ik heb hier namelijk een kussen met daarin een klein speakertje dat verbonden is met mijn gsm. En zoals je kan horen... Heel mijn boek wordt gewoon voorgelezen. Hoe gemakkelijk kan het zijn? Oké, om natuurlijk heel het experiment vast te leggen, heb ik allemaal GoPro's. We hebben ook een GoPro aan het bureau van Vincent geplaatst. Die ga ik ook even aanzetten. Die staat dus ook nu aan. Ben ik in beeld? Ja, oké. Dit wordt een goed shot. Oké. Ik heb een fucking verkeersborden. What the fuck? Ik moet nog een Vincent is nu denk ik al een uur aan het studeren. Hij heeft concentratiepillen, hij heeft Red Bull en gaat zo de hele nacht door. Maar hey, ik ga het op een iets gemakkelijker manier doen. Alsjeblieft. Dank je wel. Merci. Hey, dikke score, man. Hoeveel? 78%. 78! Nog, ik had nog 2 vragen nodig en ik was erdoor, man. Oké, ik ga even mijn pyjama nemen. Oh ja, pyjama. In mijn matje kruipen. Hoe gemakkelijk is dat niet? Slaap wel. Goed, wij staan nu aan het examencentrum. Wij gaan ons theoretisch re-examen afleggen. We gaan eraan beginnen. Hallo, het is voor theoretisch rijbewijs B voor gewoon auto. Gast. 25 op 50. 25 op 50. Niet geslaagd. 34 op 50. Dat is ook geweest. Is toch nog 10 punten meer dan mij. Misschien moet ik toch maar eens raad gaan vragen aan een professor. Hier moet ik zijn. Blok A, blok B, blok C. Ik denk dat ik... Ah ja, hier. Laboratorium voor biologische psychologie. Ik moet hierheen, denk ik. Aha. Het is een auditorium of zoiets. Wat is het gebeurd als ik hier binnen ga? Oh shit. Ik weet niet of ik hier mag zijn. Hallo? Ik ben niet weg. Ik ben op zoek naar professor Dogo. Ah. Hallo. Dag professor. Hallo, goeiedag. Ik ben Nicolas. Nicolas. Aangenaam. Aangenaam. Dus, hallo. Een experiment gedaan met een vriend van mij. We wilden allebei ons theoretisch re-examen. Ja, wel, ja. Dat verbaast me eigenlijk niet veel, want je hebt alle twee overtredingen gedaan tegen de werking van het geheugen. Ten eerste heb jij je slaap zitten verstoren met dat afspelen van die tape. Tijdens je slaap kan je ook die informatie niet opslaan. En ten tweede, jouw vriend heeft eigenlijk ook zijn slaap niet gebruikt waar die voor dient. Dat wil zeggen, informatie vastleggen in het lange termijn geheugen heeft het verstoord, die slaap. Wanneer informatie in je hersenen wordt opgeslagen, dan komt die eerst in het korte termijn geheugen, of short term memory, en nadien wordt die in het lange termijn geheugen opgeslagen. En dus het proces wat hier eigenlijk door die pijl wordt voorgesteld, is het proces van consolidatie. Maar zou het niet helpen als bijvoorbeeld gewoon sleutelwoorden of zo laten afspelen of gewoon muziek gebruiken of andere dingen tijdens het slapen? De algemene regel is eigenlijk
verstoor je slaap zo weinig mogelijk, want je hebt die nodig om je geheugen goed te laten werken. Zijn er hulpmiddelen voor het studeren? Of? Wel, er zijn helaas geen geheime formules en er zijn ook geen wondermiddelen. Maar er zijn een aantal tips. En de eerste tip is zeker en vast gestructureerd werken. Ten tweede, voldoende rust nemen, dus ook tijdens de dag. Korte periodes met pauzes. En tenslotte, heel goed slapen achteraf. En mijn vriend had gebruik gemaakt van deze studeerpillen. Helpt het? Of? Er zit wat suiker in en er zitten een aantal aminozuren in. Maar niks dat eigenlijk bewezen heeft efficiënt je geheugenwerking te stimuleren. Dus... Goed, dat de efficiënte manier van studeren niet is door al slapen te studeren. Dat is mij nu echt wel duidelijk. Gebruik die nachtrust. Werk gestructureerd, want dat had ik misschien totaal echt niet gedaan. En wat ik van deze heb bijgeleerd... Oeps. Dat was misschien niet zo handig, denk ik. Maar goed, als je meer van deze soort vlogs wil zien, ga dan even naar de website van kuileuven.be/lifehacks. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe vlog. Yo!